A little walking tour through the old city of Dordrecht. This is the oldest city of Holland. Ze zijn warm gekleed, lopen in groepjes van ongeveer 20 door de stad en maken massaal foto's van bruggen en gebouwen. Dordrecht verwelkomt in deze maand duizenden Amerikanen en daar plukken ook ondernemers hun vruchten van. Ik denk dat je het wel een beetje achter mij kan zien. Het is enorm. Ja, er komen enorm veel Amerikanen op dit moment en ze komen elke dag. Is dat anders dan in andere jaren, dat ze zo rond de kerstperiode heel veel Amerikanen komen? Ja, ik denk het wel. Dat het echt dit jaar dat het echt extreem is. Deze maand komen er 8000 Amerikaanse toeristen naar Dordt, die eerst op Duitse kerstmarkten zijn geweest en daarna aanmeren in de Merwestad. Hierna krijgen zij een rondleiding door de stad. The home of the wool weavers with beautiful warehouses, the wealthy area of the city. And it's one of the countries we wanted to see. And it's you want to see windmills, hopefully. Yes, maybe. Hopefully windmills. Yeah. Because how many countries are on this tour? Four countries. Switzerland, Germany, France, and Netherlands. Oh, it's a beautiful city. What do you love the most? I think the canals. Comparable to a city in the States or not? Not really. I'm from Manhattan. No comparison to the United States, no comparison. What is the reason that you made this trip to Dordrecht? Experience different cultures. What is the Dutch so far, the Dutch culture? So far so good, like it. Do you know the reason like why there are so many people from America here in Dordrecht? Vacationing, doing a river cruise and getting to enjoy your wonderful country. Yeah, because it's wonderful? Yes, yes, beautiful. Ze meren hier aan en dan? Ja, dan worden ze opgehaald door de gidsen van Ontdek Dordrecht. Zij halen de mensen op en dan gaan ze een rondje lopen door de stad. En dan komen ze hier en dan de gidsen die geven ze dan wat vrij af. En dan hebben ze 3 kwartier de tijd ongeveer om door de stad te lopen en de andere winkels te gaan ontdekken en te shoppen. En door Dordrecht te lopen. En daarna weer door? En daarna weer door naar de boot en dan gaan ze weer naar de andere stad. Een bliksembezoek aan Dordt. Klopt, een bliksembezoek. Maar ze vinden het allemaal wel heel leuk.